Hallo allemaal en welkom bij XGN kast nummer 56 alweer. We gaan het hebben over de beste games van 2022 tot nu toe. Mijn naam is Luc Ten Velde en samen met mij is Roland Jansen. Uiteraard het zou geen feestje zijn zonder mij, toch, Luc? Nou, feestje of een tranendal. Met jou is het altijd een beetje afwachten, natuurlijk. Maar uh, ja. nee, je hebt gelijk. Ja, nee, kijk, je, je moet toch een beetje een oude zijker erin hebben. Hè? Anders is het ook niet leuk. Nee, precies. En om dat toch een beetje uit te balanceren, hebben we gelukkig ook nog de vrolijke ziel, Stefan Stuursma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, compensatie is belangrijk in het leven. Ja. En we moeten die balans houden in deze podcast. Dus uh, vandaar dat ik eventjes kom buurten. Ja, nee, dat is, uh, dat, is, dat is heel goed. Ja, we gaan het dus hebben over de beste games van 2022. Tot nu toe. Maar voordat we dat doen. Jongens, ik moet hier toch eventjes. Uh, een ding van gaan maken. We hebben gezegd. het nieuwe jaar is begonnen. De nieuwe XGN-kastjaar in ieder geval. En dat betekent dat de grootste kings uit de kabel zijn. Dat we nu gewoon echt een termijn hebben. Hebben we ook. We gaan gewoon zometeen. lekker beginnen met onderwerp van de week. Maar wat ik daar wel toch nog eventjes in wil fietsen. is. Ja, een klein beetje de, 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 de rig roll, om het zo maar te zeggen. Met waar het je nou de x genkast kunt vinden. Het live kijken. Noem het een beetje de, de, een beetje de huishoudelijke mededelingen van de podcast. Want iedere week kun je gewoon om één uur live. Om één uur op elke vrijdagmiddag kun je live op twitch.tv slash xgen laagstreepje nl meekijken naar een nieuwe aflevering. Deze week zelfs een dubbele aflevering. We gaan er twee opnemen. Gelijk hierna gaan we back-to-back -back nummer 57 schieten. Morgen komt dan aflevering 56 uit. Iedere zaterdag om 10 uur ochtends op YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Eigenlijk elke grote podcaster kun je ons gewoon op vinden. Zorg er even dat je daar een duimpje achterlaat op de YouTube-video. Abonneer je op ons YouTube-kanaal en abonneer je ook vooral op die podcastdiensten, zodat je zeker weet dat je die podcast binnenkrijgt. En deel het ook vooral met je vrienden. Zorg ervoor dat meer mensen weten wat de leukste, beste, grootste uh, Nederlandse gaming en entertainment podcast is. Want dat zijn wij natuurlijk. We brengen elke week de grootste Onderwerpen in gaming, film, TV en tech naar je toe. En deze week dus de beste games van 2022 tot nu toe. Jongens, het eerste kwartaal zit erop. Het gaat ja. snel, joh. Het gaat mokertje snel. En dat vind ik eigenlijk wel ergens heel leuk. Want dat betekent dat het nu weer zomer dit hier lekker aankomt. En weet je, Q2. Oog toch enigszins leeg. Maar en daar gaan we het straks over hebben bij, uh, bij het wat hebben we hebben gespeeld deze week. Maar ja, dat betekent ook dat het al tijd is om de eerste terugblik te werpen, namelijk op de laatste drie maanden. Dus we gaan een beetje door de games van januari, februari en maart 2022 heen, welke toen zijn uitgekomen en welke potentieel wel kans hebben op uh, Game of the Year. Awards En dan hebben we het natuurlijk over de beste game van 2022. Natuurlijk op de eerste plaats, maar ook andere games die daar wel in kunnen gaan vallen. Zoals, I don't know, beste familie-game, beste Switch-game, dat soort dingetjes. Dan kun je daar gewoon allemaal in meerekenen. En ja, gezien er genoeg games zijn uitgekomen, denk ik dat we maar gewoon gaan aftrappen. Roland, jij mag als eerst beginnen met jouw eerste keuze in deze lijst. We <laughs> hebben allemaal drie games gekozen hierin. Ja, die, 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 na mijn keuze kunnen we eigenlijk gewoon nog gelijk ophouden <laughs> voor Game of the Year. Want we weten allemaal. ...dat dit momenteel in ieder geval de grootste kanshebber is. En dan hebben we het natuurlijk gewoon over Elden Ring. I mean, die, die, die game heeft gemiddeld een nagenoeg perfecte score. Dat, dat, ja. dat, dat, dat zegt al genoeg. Klopt. En het is gewoon echt het magnum opus van wat From Software heeft gemaakt tot nu toe. Het is een combinatie van alles wat ze goed hebben gedaan in uh, alle Souls games... ...en gooi daar nog even een vleugje van Lees uh, of uh, Zelda Breath of the Wild in ik heb gewoon een fantastische formule die ontzettend goed werkt. ik ontdek nog steeds dingen in die game dat ik af en toe denk van oh hey dit is nieuw dit had ik nog niet eerder gevonden en dan zie je op een ander forum zie je weer van ja maar achter deze dungeon zit nog een dungeon verstopt door een uh, onzichtbare muur dat je ook weer zo zit van oké okay, uh, wat the fuck die game is dus nog veel groter de game is en... immens dat klopt dat is, uh, dat is zeker waar ja we, we zijn hem allemaal hebben we hem allemaal gespeeld of zijn we hem allemaal aan het spelen ik heb hem nu... Oe, een uurtje, twee uurtjes. Ik ben er nog steeds niet aan toegekomen. Ik heb het druk gehad en ik heb een paar andere games opgepakt die wat minder veel tijd van mij vergen. Dus ik heb hem nog steeds liggen. Maar ik heb er heel veel over gelezen en ook heel veel over gezien. Dus ik snap wel wat de charme uh, is die. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ik snap de charme van de game. Ja. Ja, nou, ik heb dus. Ik zit zelf rond de 20 uur, denk ik, erin. Ik moet wel zeggen dat. Uh, dat het. Uh, ja, een hele toffe titel is. Ik ben er ook heel door gecharmeerd. Maar ik heb het ook weer na 20 uur. Heb ik het persoonlijk, maar dat is misschien. Ja, ik hoopte dat George R. R. Martin ervoor zou zorgen dat ik de wereld toffer zou vinden. dan dat ik hem daadwerkelijk vind. Maar ik denk dat dat. te maken heeft met dat. De storytelling is natuurlijk in alle From Software games. Het zit er zeer zeker in. Het is heel diepgaand. Maar het is ook wel een beetje. Uh, nou ja, het is moeilijker om te vinden en dan moet je wel, je moet daar echt heel veel echt je best voor doen. En ik vind dan toch ja. het ietsjes, uh, ik hou het toch meer van het, het iets gemakkelijker, uh, weet je, geef het me wat meer hap. Klaar, daar ben ik toch wel doorgaans wat meer fan van. Um, dus ja, daarom heb ik hem nu voor, me, voor nu in ieder geval laten liggen. Maar ik snap ja. zeker wel waarom de game zo'n hoog scores heeft gekregen. Enige, echt een minpunt aan de game vind ik toch wel dat op technisch vlak is het zeker niet perfect. En er zitten een paar andere dingen in, zoals de, hoe de co-op werkt, zeg maar. Dat, uh, weet je, de die Are from software fans die zeggen van... Ja, dat is de charme van from-software. Nee, dat is niet de charme van from-software. Dat je speciale items ervoor moet craften voordat je het kunt. Dat zou eventueel nog kunnen. Maar dat vervolgens... Oké, okay, moet je het ook nog bij een specifieke tombstone neerleggen? Of bij een specifiek uh, Heilige Maria beeld moet je het neerleggen? En uh, dan, dan pas kun je iemand oproepen. Ja, het is heel omslachtig. Ja, het is allemaal super omslachtig. Het werkt, gewoon niet, het werkt ook niet helemaal goed, want als, als iemand doodgaat, dan Word je er ook uitgekikt of iets dergelijks? Je kunt dat veel beter uitwerken. Kijk naar bijvoorbeeld een Tiny Teenage Bonderland, zou het ook nog over gaan hebben. Uh, met een gemakkelijke drop-in-drop-out-functie. Waarbij, waarbij dat werkt. Je kunt zeggen: ja, het is de charme. Ik zeg: het is gewoon slecht game-design. en dat kun je gewoon verbeteren. En die technische issues, die zijn ook gewoon. Uh, vind ik ook dat die weggewerkt had, hadden mogen worden. Dus uh, ja, ja. ja daar, uh, ik heb uh, daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar verder staat die game gewoon echt als een huis. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dus, uh, ja. Ja, wat moeten we verder eigenlijk nog kwijt over Elden Ring? Wat mm -hmm. nog niet gezegd is. Favoriete uh, moment oh. in de game? Uh, nou ja, wat ik dus. Heel veel mensen die zaten heel lang te twijfelen van. Nou, wat is nou daadwerkelijk de invloed van George R.R. Martin uh, erin? Maar ik ben dus ook wat, zeg maar, in die lore gaan duiken van die wereld. En ik ben er dus wel achter gekomen van heel veel van die achtergrond lore Bevat heel veel. Um, ja. Ongepaste thema's, zeg maar, die ook um, heel populair zijn geworden in Game of Thrones, weet je. En dan heb ik het vooral over de Lannister-hoek van incest. Game of Thrones. Ja. ja, je mag het gewoon zeggen, weet je. Het is ja, een, het is een nee. Vrijland, Vrij podcast. <laughs> incest. Daar komt het wel op neer, dus dat zie je er heel veel in terug en dat soort dingen. Is, het in, favoriete... is het in deze huh? game ook Wincest? <laughs> uh, de, nee, okay. nee. Nee, ze zo zou ik het niet noemen. Maar. Okay. Um, het, mijn favoriete moment in de game. Ja, ik, ik, het, het is misschien een beetje een, een gimmick gevecht. En het. Uh, ja, het, het, het krijgt heel veel kritiek van mensen. Maar het gevecht met Rodan. En dan vooral als je een beetje achter de lore van Rodan komt. Is ontzettend tof gedaan. Ja. En het. Echt super cool. Nice. Ja, ik, ik wil. Kijk, we kunnen bij de grotendeels hiervan. kunnen we gewoon, denk ik, voor elke game wel ons favoriet moment doen. en wat het dan voor ons toch, toch nog uh, zo goed maakt. Ik denk dat voor mij het, het beste moment. is toch wel. Uh, dat je ineens. ik ging met mijn, de mijne in. Die ging, ver, uh, um, die ging verkennen. en ineens kwam ik. Uit bij een ondergrondse wereld die leek op een heel alsof ik in de ruimte was. Ik dacht echt, wat de fuck? Ja, dat is een, in ieder geval een gedeelte van uh, No Cron de Eternal City. Um, zodra je Rodan hebt verslagen, dan kom je echt in die stad terecht, zeg maar. Want daar, daar zit dus nog een heel. Uh, je, je bent waarschijnlijk bij zo'n. Zo, de Sofria River geweest? Dat ja, geloof het wel. Redelijk klein gebiedje. Daarboven zit dus nog. No Cron en dan kun je vanaf, nee, uh, vanaf boven je dan de Sophia River zien. Maar het zit een heel gigantisch gebied nog onder uh, de map. En het ziet er waanzinnig uit. Ja, het, het oogt echt fantastisch. Hey, um, ik wil vanaf hier wil ik doorgaan haken naar de volgende. Ja, Stefan heeft er pas twee in, dus vandaar dat we het even ophouden. Maar ik weet dat Stefan over deze game veel meer kan zeggen. Want ik denk dat dit misschien wel... Een van de weinige games is die dit jaar wat tegenstand kan gaan bieden voor uh, richting Elden Ring. En dan heb ik het specifiek bij over misschien op het scherm kantoor en niet over wereldwijd, want wereldwijd <laughs> nee, hebben mensen, zetten. mensen. Zo ik denk dat wereldwijd zijn mensen toch al, nou ja, dus, uh, Elden Ring toch wel uh, heeft die Horizon Forbidden west overschaduwd. En dat mensen zo lyrisch zijn over Elden Ring. Maar ik denk dat Horizon Forbidden West. zeker hier in Nederland. en zeker bij ons ook wel. nog een grote kans hebben is. Het zijn de twee hoogste scores samen. die we gegeven hebben dit jaar tot nu toe. Een 9,8 ook voor Horizon Forbidden West. En ik denk tot nu toe nog steeds. dat het persoonlijk mijn favoriete game is van dit jaar. Ja, ben ik het persoonlijk ook helemaal mee eens. Ik vind dat tot nu toe echt nog steeds. de, de vetste game die dit jaar uitgekomen is. Gewoon puur. Um de combinatie van setting, gameplay, verhaalvertelling, uh, grafisch ziet het er vet uit. Het is gewoon op alle vlakken waar ik zeg maar zeg, oh dit vind ik vet, dit vind ik vet, dit heb ik nodig, dit wil ik hebben. Daar staat gewoon een vinkje achter. Dus het is voor mij gewoon uh, en voor jou ook, want hij staat uh, voor de mensen achter de schermen gewoon op de hotlist van Luke. Mm -hmm. um, <laughs> is het gewoon by far voor mij de beste game die dit jaar uitgekomen is? Ja ja voor mij staat hij daar inderdaad is staat hij ook inderdaad nog zeker op één. Ik moet zeggen dat het, het heeft, zeg maar in de basis lijken Elden Ring en Horizon Forbidden West zijn, zijn het gewoon bijna, lijken ze heel erg op elkaar. Ze zijn allebei open world games. Het hele grote verschil is: Elden Ring pakt de Breath of the Wild structuur en probeert, en richt het op die kant en zet daarin een nieuwe stap als het ware. Horizon pakt een hele bekende formule als het aankomt op open world games, een beetje de Ubisoft formule die we die we kennen en Perfectioneert hij tot het maximale punt. Ik denk dat dit de beste game is die deze formule ooit heeft uh, gehad. Dat kun je op alle mogelijke vlakken zien. Je kunt ook zien dat deze game zo onwijs veel quality assurance heeft gehad in testing. Zoals bijvoorbeeld dat um, een, een feature die heel veel mensen vinden irritant. Ik vind het vet dat je, dat er, dat je tot zoveel details erin hebt zitten. Eloy die geeft. Via haar dialoog, wanneer ze gewoon rondloopt in de wereld, geeft ze bijvoorbeeld hints naar waar, um, op, op bepaalde plekken. Omdat in Quality Assurance waarschijnlijk gebleken is, hé, hey, hier lopen mensen vast. We geven Edel en line dat ze, de, dat ze zelf de hint geeft. Dat soort dingetjes. Sommige mensen vinden het irritant, ik vind het heel slim. En ik, misschien had ik het leuk gevonden als er een slider was dat er wat minder was geweest. Nou, dat vooral. Ja, dat vooral? Op een duur wel heel vaak. Ook met puzzeltjes dat je... Terwijl je zelf nog bezig bent met oh, dit puzzelstukje, moet hij. En dan zei ze zelf: Oh ja, ik heb dit puzzelstukje. Misschien kan misschien die wel op die dit daar, plekje. Ja. ja, dus dat had misschien. Ze dat zegt het, het zelf wel voor. Ja, dat is ze, wel jammer. Ze had het inderdaad dat had iets minder gekund. En ik denk dat dat ook weer de fine-tuning fine daarin misschien nog wel wat beter had gekund. Absoluut. Maar ik ben je wel. Kunt, je kunt het tegenwoordig uitzetten. Ze hebben het geplaatst. Ja, klopt. De, ja. Okay. ja, en dat, ja. Ze, nou, dat zegt wel veel. Ik denk dat Gorilla echt. Voor hun is dit ook al hun meeste werk in open world game design, alleen ja. dan op de hele traditionele manier. Waar ja, wat heel jammer is, is dat heel veel in ieder geval aan de game journalis journalisten zie journalisten Het heel veel de games media dat toch veel mensen denken: Van uh, ja, we kennen dit trucje nu wel. Het is goed uitgevoerd, absoluut. Maar Elden Ring doet iets nieuws en kwam een week later uit, dus dat is de hotness. En dat is volledig yeah. terecht aan de ene kant. Aan de andere kant is het jammer, want Horizon mm -hmm. is wel een pareltje. Het verhaal vind ik ook zelf fantastisch. Er is echt bijna niks aan te merken op Horizon in mijn ogen. En ik, ik denk dat hij nog zeker wel een goede haal kan doen naar de troon dit jaar, als het aankomt op de beste game van 2022. Ja, ik, ik denk dat dat het vooral is. Kijk, op zich, de, de basis van de game is vrij traditioneel en niet heel spannend, qua nieuwe dingen. Het is, ik denk dat het vooral de manier van verhaalvertelling en de manier van missiestructuur en het feit dat ze bijna net zoveel aandacht hebben gegeven aan de Side missions dan aan de main missions. Ja. Want als je een main mission speelt, voelt het op den duur bijna alsof je een losstaand verhaal speelt. Ja. Uh, in plaats van dat je een fetch quest of weet ik veel wat speelt. Dat doen heel veel games, in mijn opinie, veel minder goed. Ja, precies. Het uh, enige kritiekpuntje wat ik verder nog op de game heb, is dat uh, als je levelt en je doet alles op de manier zoals je het eigenlijk zou kunnen doen, als er een completion is, zeg maar, en dat is ook hoe de game uiteindelijk ontworpen is, dat je alles doet om de, voor de level scaling... Op een gegeven moment loop je 10, 20 levels, loop je voor op wat het, de storyline uh, level is. Ja, dat, is dat zou je dus eventueel via een soort Tiny Tina manier waarbij de, de level scaling op die, uh, automatisch uh, omhoog getrokken wordt naarmate het level wat jij bent. zou je het op die manier zou je het kunnen doen. Anderzijds zou je ook een, kunnen zeggen: van we gaan prestige, net zoals, de Call, zoals Call of Duty dat ooit deed in de multiplayer en dergelijke. Um, zit er niet in? Is tipje voor de volgende keer kunnen ze, wat, kunnen ze naar kijken? Maar dat is zo'n klein kritiekpunt, want eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit meer op dat punt. Omdat je dan al zo laat in de game bent. Roland, ik weet dat jij hem nog niet gespeeld hebt. Ik geloof dat hij nog wel op je nee. lijst staat. Hij staat zeker op mijn lijst. Nou, hij staat uh, ook in mijn bibliotheek. Ik moet hem nog downloaden. Maar ja, het, het is een beetje. Uh, in dezelfde periode ging ik met de nieuwe uitbreiding van, uh, van Destiny aan de slag. En ik ging met Elden Ring aan de slag. Dus het was heel erg van. Ja, um, ja, het kwam net kloot uit. Maar kom, wat je eerder al zei, zeg maar, Q2 ziet er vrij rustig uit. Dus dan pak ik hem zeker wel op. Ja, gaan we het straks en, zeker over al. hebben met uh, wat hebben we hebben gespeeld. Want mijn ja. Q2 backloglijst uh, begin ik al af te werken. Maar dat, uh, dat is ja, een, een, daar een, hebben we het zo over. Een kleine teaser <laughs> voor zometeen. Stefan, jij mag doen naar jouw eerste game van jouw shortlist. Zoals ik zei, ja, drie al... games PP. Nou ja, tussen alle bombarie en alle grootste AAA-games... is er één klein, klein titeltje die ik ook al een paar keer heb gepitcht hier in de, in de podcast... Uh, die bij mij heel erg de show aan het stelen is. En dat is uh, Tunic. Dat is eigenlijk mijn eerste grote fonds van Game Pass dit jaar. En um, het is eigenlijk een beetje een Zelda-inspired uh, RPG. In de zin van... Uh, een beetje zoals Link's Awakening. Daar word je ook gewoon in, in het diepe gegooid en dan moet je gewoon op, op, op pad gaan... Uh, door de wereld dingetjes gaan vinden. En eigenlijk spelenderwijs, al puzzelend kom je dan steeds verder bij het einddoel, zeg maar. Dat heb je hier ook een beetje. Uh, je bent in het begin, weet je eigenlijk niet wat je doet. Je loopt een beetje rond. Je vindt een stokje. en op de duur vind je bladzijden van een handleiding. En kom je de gaandeweg een beetje achter dat je iemand moet bevrijden. Maar daarvoor heb je weer bepaalde sleutels nodig en die zitten verstopt in de wereld. En zodra je de eerste paar vijanden tegenkomt, uh, komt eigenlijk het andere aspect. Um, in de, in de buurt. En dat is een beetje het wat ik al zei, een beetje het Dark Souls Elden Ring-achtige vibe. Um, en uh, dat is een beetje in de zin van je, echt die één die, die op één combat heel erg. En zodra je twee, drie klappen krijgt, is eigenlijk je helftbaar weg. Het is wel iets meer redeemable. Dus je kan iets meer hebben dan, uh, dan bij Dark Souls en zo. Volgens mij daarbij één klap, dan ben je soms gewoon in één keer uh, pff, lig, je, lig je op de grond. <laughs> um, maar Tunic is zo, zo vet. En het is, het is gewoon de sfeer. De game ziet er super mooi uit. Het is een soort geanimeerd uh, geanimeerd sprookje, bijna. Ja. Um, met hele mooie animaties. Een hele mooie artstijl. De muziek is heel zwevend in een positieve zin. Um, het, is, het voelt een beetje als een old school game. die gewoon wel anno 2022 werkt. En dat doet het gewoon heel goed. Ja, en, en dat het één persoon gemaakt is, vind ik heel vet. Ja, en dat hij op Game Pass staat is natuurlijk super vet, uh, super vet ja, en super handig ook. Want die, um. die game is los, is die geloof ik 30 euro, dat ik denk van, oh, dat ja. is toch nog best wel een flink prijskaartje. En ik snap het wel, weet je, je hebt het in je eentje gemaakt, je hebt waarschijnlijk jaren erin gestoken, hij heeft er jaren ingestoken. gestoken, want ik heb hem in 2019 al een keer op Gamescom gespeeld bijvoorbeeld. Ja, hij is echt al heel lang in ontwikkeling geweest. <laughs> Ja, dus dan, weet je, dan, is het ook wel, dan is het wel logisch dat je de prijsgegeven eraan plakt. En via Game Pass ja, is op zich gewoon een hele goede, hele goede optie. En ik denk misschien zelfs wel een van de betere Game Pass titels die er te vinden is momenteel. Ja, het nou, doet natuurlijk een beetje zijn eigen ding. Want Game Pass is gelukkig heel divers. Maar het is voor mij persoonlijk wel een van de leukste Game Pass games die ik ja. de afgelopen jaren heb ontdekt. Ja, sta, dat staat er nog voor mij. Inderdaad, en Het zag er altijd wel geinig uit, maar ik had altijd zoiets van, nou ja, ja. Ik zie het wel een keertje. Mm -hmm. En toen zag ik hem opeens in Game Pass staan. Want ik wist niet eens dat hij uitgekomen was. Ik dacht nou ja, laten we het gewoon eens proberen. Ja. En de eerste keer dat ik gespeeld heb, ben ik gelijk 2,5 uur bezig geweest. Terwijl ik normaal in mijn eentje game, vind ik na anderhalf uur heb ik al zoiets van... Nou ja, ik ga wel weer wat anders doen. Niet met Horizon. Ik weet, jij, jij nee. met Horizon, dat nee. was een ding. Er twee Er zijn twee games die dat bij mij tot nu toe die regel hebben doorbroken. Dat is Tunic. Had ik, zat ik er echt in, maar toen moest ik gaan slapen. dacht ik, ah shit, ik ga morgen verder. En Horizon heb ik in vijf dagen tijd heb ik veertig uur doorheen geknald of zo. Ja. was ik een weekje <laughs> vrij en uh, we hadden natuurlijk ook een beetje dat embargo liggen. En ik was al een weekje later begonnen dan Luc. Dus ik had zoiets van uh, knallen met het ding. Ja. Dus en toen uh, was hij ineens, liep hij gewoon voor op mij. Dat was ook nog bizar. Ja, want wat bleek, ik... Stefan had een andere tactiek. <laughs> Stefan had mainline, mainline, mainline. En ik was sidequest, 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 sidequest. <laughs> nou, ik had, wel, ik had wel redelijk wat, wat sidequests gedaan, maar jij doet alles. En dat doe ik niet inderdaad. Ja, ik ik ben, heb zeg maar ik ben een mainline met een paar interessante sidequests. En wat andere dingetjes, wat errands, wat uh, jachtdingetjes uh, hier. En dan ga ik weer verhaal. Want ik ben iemand die heel erg gedreven wordt door het verhaal. Tunic heeft nou ja, misschien twee zinnen aan het verhaal. En toch ben ik geboeid. Dus dat is misschien bij mij ook nog wel de meest grote overwinning voor die game. Um, want bij Horizon was het heel erg, toen ik het main, de main story klaar had. Toen was ik er ook wel een beetje op uitgekeken. Toen was ik er wel klaar mee. Ja, is Tenminste, jammer, die ik, arena is heel goed. echt heel tof ook. Ja, de, 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 ik moet het nog steeds een keer oppakken. Want ik dacht in eerste instantie dat ik die platinum niet meer kon halen. Omdat ik één side mission uh, gemist had. Maar die bleek er uiteindelijk ergens anders te staan. Dus die heb, uh, heb ik nog wel kunnen fixen kunnen naar <laughs> Kun release. Gelukkig wel. Dus ik moet nog wel even een keer voor de, voor de platinum gaan. Maar ik moet een soort... Doel hebben om naartoe te werken. En als ik het verhaal en dan de climax en het einde heb gehad, dan is dat doel een beetje weg bij mij of zo. Omdat ja. ik daar 40 uur heel erg naartoe gewerkt heb... Snap je wel. Dan heb je die climax en dan is het een beetje ja, dan ben ik klaar. Ook omdat wij een beetje ja, we zitten een beetje in het werk dat we heel veel shit naar ons toegeworpen krijgen zo nu en dan. Dus er ligt altijd weer wat nieuws klaar en dan is het zoiets van ja, dan ga ik wel eerst wel verder en dan pak ik het later wel weer een keer op. Maar daarom ben ik zo blij met Q2. Ja. Nou, dan ben ik echt heel blij met die twee. Maar goed, daar komen ze straks, ja. dus, uh, straks op. Hey, is dus, natuurlijk uh, voor mij persoonlijk uh, zeker uh, in ieder geval top drie waarden voor dit jaar. Ja, hij staat dus op mijn lijstje. En doordat, dit, doordat je dit soort dingen zegt, denk ik bij mezelf van, nou misschien gaat hij wel wat hoger op het lijstje van de games die ik snel ga spelen. Maar goed, dat is voor een andere, uh, voor een andere keer. Roland, jij mag door naar jouw tweede keuze voor de beste games van 2022 tot nu toe. Ja, en het is dat uh, uitbreidingen eigenlijk nooit echt meedoen met Game of the Year. Maar de titel voor beste ongoing game van 2022 mogen ze nu al direct opsturen naar Bungie. Want Destiny 2, de Witch Queen, is meesterlijk. Het is echt een hele goede uitbreiding. Het is het beste verhaal wat Bungie ooit verteld heeft. Zit echt ijzersterk in elkaar. Nou, Luc, we hebben een paar missies al samen gespeeld. Dat klopt, we nemen het op tegen Hello. Moth Mommy. Hello. Ja, Moth Mommy, en we zijn al op bezoek geweest bij Tentacle Daddy. A. A. Ik heb je zo, <laughs> zo meteen zo'n leuk verhaal over, maar dat bewaar ik voor wat er gebeurd Dus het is zo erg leuk. Ja, het is, het is gelukt, ja, ik is zit geluk. erin. Ja, maar om even terug te komen bij die, bij die uitbreiding, weet je, inhoudelijk is het gewoon heel goed. De, de gunplay is de je van Bungie gewend bent, oh, ijzersterk. Uh, die Void rework is ontzettend goed gedaan. Ze hebben de, de Void subclass hebben ze, uh, omgebouwd. Dat het nu een beetje werkt zoals uh, Stasis, wat de eerste Darkness Power was. die geïntroduceerd werd in Beyond Light, de vorige uitbreiding. Uh, ze hebben een nieuw soort wapens toegevoegd: uh, De Glaive. Ja, het, het zijn zoveel geheimen te ontdekken in die wereld van Savatoon ook. Oké, ja, is... Moth Mommy. Het is zoveel wat het, het is wat, wat het is met destiny 2 de witch queen en wat eigenlijk destiny gewoon het voordeel wat die game heeft doordat het een ongoing game is de basis staat de basis die staat ja. en die staat al heel lang en vanaf daar is het eigenlijk bij elke uitbreiding dat ze dat je kunt het zien als de, de grote volgende patch die nodig is en die komt om ja de game nog verder te balanceren en als je dan een keertje echt een, meester, go, een meesterlijk goed verhaal bij deponeert, zoals dat ze dat nu gedaan hebben, ja, dan heb je mensen heel erg blij. En als de klassers de, klas de, de reworks die ze dan doen, de aanpassingen, als die ook nog eens in de smaak vallen. En dat is hier gewoon volop het geval. Het is meer dan terecht dat al die lof richting Bungie heen gaat, want het is echt een hele goede titel. Ik zat er binnen 10 minuten in principe gelijk weer in, ook ikzelf. En ja, is... ik kan eigenlijk niet wachten om weer verder te gaan. De enige reden waarom ik wacht is omdat ik samen verder wil spelen met Roland. Uh, onder andere. Maar dat is. Ja. ja, en dat is. Nou ja, nu even afwachten. En ja. Weet je. Als je de game. de gunplay al geperfectioneerd hebt. dan is het vanaf daar eigenlijk alleen. inderdaad zoals ze ze nu gedaan hebben. Ze hebben de Glaive toegevoegd. een nieuw wapen. Als je elke uitbreiding. één nieuw wapenstype toevoegt. of om de twee uitbreidingen. en die ook tot. dat het een tien waardig is. voor hoe dat het, het speelt en voelt. Dan, is het al, dan ben je al heel ver. Ja, dan gaat het heel hard. Het. het... Het is Echt ontzettend tof gedaan weer. En ja, dit, dit zegt zeg maar echt weer een nieuwe toon voor Destiny. Dus ik heb, ben heel benieuwd wat er de, de komende jaren nog gaat komen. Maar als ze deze lijn weten door te trekken. Oh, ja, en nu natuurlijk. Mooi. Of, of, en ze gaan natuurlijk uh, naar Sony, wat betekent uh, meer ja. uh, mogelijk meer resources en assets. Er is vandaag trouwens uh, veel om het in een tijd te plaatsen. Er gaan geruchten dat ze aan een animatieserie aan het werk zijn voor Destiny. Ja. Ik weet dat, dat, nog ja. uh, dat, dat ja, niet of dat de hoek is waar we op willen. Maar... Nou, ik, zei, ik zie dat juist persoonlijk meer zitten dan een live-action variant of iets dergelijks. Want ja, zoals de okay. hele serie wordt redelijk ontvangen, maar niet fantastisch of iets dergelijks. <laughs> en ik denk dat uh, vooral <laughs> met de monsters en dergelijke. Dus de monsters van Destiny zijn zo uh, complex. Als je dat met CGI moet doen, dan ben ik heel erg bang dat het eruit gaat zien als I Am Legends monsters. En die zien er niet goed uit. Nee. Voor een tv-serie gaat no. dat niet werken. Als je een filmreeks er dan zou maken, zou het kunnen. Maar ja, we weten allemaal hoe het gaat met uh, videogame nou, we... uh, films doorgaans. Ja, het is vooral ook dat die monsters zo verschillend zijn allemaal. Weet je, het is ja. niet... B bijvoorbeeld met Halo weet je van... nou, Oké, okay, je hebt de Covenant en er zijn een paar verschillende soorten. Maar het is allemaal vrij beperkt. Maar in ja. Destiny heb je... Even kijken, je hebt de Cabal, je hebt de Fallen... Je hebt de Hive, je hebt de Vex... En die hebben ook nog allemaal verschillende soorten. Sub, ja, dus, sub, sub, sub ja, inderdaad. Daarom, uh, dus dat, dat, dat uh, is ja. niet te doen in live-action ja, Destiny 2 Witch Queen, zeker contender voor uh, ongoing game. Ik denk, Roland, wel, weet je, je kunt niet gelijk andere dingen afschrijven. Ik word, zie in de chat, uh, wordt Rainbow Six Siege, ja, zeven opgeworpen. Dat hij vrij goed schijnt te zijn. Uh, ik heb het zelf niet gespeeld, dus ik kan het niet zo heel erg over oordelen. Ik, ik kan een hele rant afsteken over de, de kant waar Rainbow Six op is, uh, op is gegaan. Maar <laughs> ik hou me maar even afzijndig. Oké, okay, doe dat. Vooral uh, andere games zoals Genshin Impact bijvoorbeeld doet het ook nog steeds heel goed. Fortnite yep. blijft elke keer toch maar weer doorzetten. Maar, ik, voor, wat ik al vaker hier in de podcast heb gegeven, wat Fortnite gewoon goed doet: die hebben bijna elke week iets nieuws ja. of iets anders. En, en onder de paar maanden hebben ze wat groot. Zoals nu die modus zonder bouwen erin zit. Dat is hun grote troefkaart voor dit seizoen geweest. Ik heb hem geïnstalleerd. Van... Ja, we moeten het echt nog een keer doen met z'n drieën. Het is echt geinig. Ja, is goed. Uh, ja, ja. Komt echt goed. Komt echt goed. Ja, ja. Maar ze hebben elke week, want nu ook nog steeds weer. Al is het maar dat een oud wapen weer na twee weken weer terugkomt. Uh, ja. Of dit item is weer terug. Of er gebeurt in de map gebeurt dit. Dat hadden ze vorig seizoen ook. Uh, want toen zat Spider-Man natuurlijk in de, in de Battle Pass. Mm -hmm. En je had dus een item waarmee je dus uh, webs kon, uh, kon schieten en kon slingeren. Ja. Die zat er niet gelijk in. Dat hebben ze pas na drie weken hebben ze dat toegevoegd. Eerst alleen op specifieke plekken in de map. En op een duur twee, drie weken later hadden ze twee weken dat je in elke willekeurige kist kon spawnen. Ja, dus en ze spieken heel erg zelf met hun meta, ook. zeg maar. Spider-Man zelf kun je op een gegeven moment er ook in zitten. En dat ja, viel ook uiteindelijk in de smaak. Ja, nou. Nou, nee, je kon helemaal shit. Je kan natuurlijk altijd heel veel shit kopen. Dus uh, Tom Holland, Spider-Man zat erin. Tom Holland, uh, Nathan Drake zat erin. Uh, Nathan Drake van The Game zat erin. Uh, je had het gek niet bedenken of er is een skin voor. Maar uh, los daarvan, als je niet wil betalen, zit er gewoon ook qua free content gewoon constant nieuw shit in. En dat maakt die game zo goed. Ja, uh, ik, 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 ik weet nog dat ik vor, vorig jaar op een gegeven moment de vol verbazing zat te kijken naar mijn scherm. Omdat Kratos ineens een skin was in Fortnite. Dat ik dacht van. Hoe zit het voor dit soort personages yeah. toe? Wat is yeah. dit nou? Weer? Ja, we kunnen Fortnite we kunnen best wel een keertje doen, gewoon als een vol onderwerp. Ik denk dat het voor nu Game of the Year 2022 zal het geen contender zijn, denk ik. Nee, dus uh, nee, Voor nee, ongoing nee. game misschien wel. Afhankelijk of ze weer iets heel groots uh, doen, dat zou, dat zou het heel goed kunnen. Een no chapter 3 of iets dergelijks. Ja, goed, in ieder geval. precies. Dat trekt nieuwe mensen aan, zoals uh, onder andere ik, denk ik. Um, maar ja, laten we teruggaan naar uh, de beste games van 2022. Ik denk dat we Destiny kunnen afronden en dan wil ik toch ja. doorgaan naar de volgende. Ja, weet je, Stefan, weet je, Stefan jij mag eerst jou, jou nog gooien. Ik, ik, ja, ik, ja je, mag, je mag eerst door met jouw tweede. Ja, we hebben natuurlijk een top drie lijstje uh, uh, verschillend van elkaar moeten maken. Dus niet alle games in deze top 9. in totaal heb ik allemaal heel veel zelf gespeeld. Maar iemand bij mij uh, hier thuis, die is heel erg groot fan van Total War. En we moeten gewoon eventjes Total War Warhammer 3 noemen. Die game is gewoon gigantisch. Die heeft gigantisch geknald dit jaar. Ja. Uh, die is gewoon, zit gewoon steengoed in elkaar. Ik, ik hoor er allemaal monologo over altijd. Nou, doe een keertje mee, het is echt leuk. Ik heb het zelf niet gespeeld, maar ik weet gewoon hoe solide... Uh, strate strategy game deze game is. Um, Warhammer is sowieso een heel vet universum. Daar kun je honderd ja. games over maken. Zoveel lore en weet ik veel wat zit er allemaal in. Um, maar Creative Assembly laat gewoon wederom zien dat ze gewoon heer en meester zijn op het RTS vlak. Ja, ja dat is zeker. Volgens mij kan je met deze games als als je deel 1 en 2 hebt, kan je ze volgens mij mergen met deze. Zodat je één grote uh, worldmap krijgt. Volgens mij. Je kan echt hele lijpe shit kan je ja Zoiets had ik ook gehoord. Maar wow, in ieder geval, als je van plan. RTS houdt, Total War Warhammer 3. Check it out. Ja. Ik moet hem ja. even genoemd hebben. Ja, nee, dat is zeker goed. Kijk, we kijken Niet elke game heeft een even lange, uh, even lange <laughs> afsteek die, die hebben we erover. Omdat sommige dingen. Ja, weet je, het was druk. We hebben ook niet alles kunnen spelen. Maar deze verdient inderdaad wel een terechte shout-out. Uh, Roland, ik wil jou nog uh, iets. Ja, nou ja, ik wou vooral zeggen als je van strategy houdt, kun je met Total War sowieso nooit echt fout gaan. Oh nee. uh, als Rome, uh, Rome 2 Total War, die game was eigenlijk bij launch best wel broken, maar ik heb die game alsnog helemaal kapot gespeeld en terecht. Dat ook en dus terecht. Dat, ja. ja. Hey jongens, uh, ik ga dan door naar mijn volgende en ik zal ook relatief kort uh, erover zijn, want ik denk dat die alleen Ergens een kansje heeft voor beste family game. Of beste, nou niet eens family game denk ik. Maar vooral beste Nintendo game. En dat zal zijn Pokémon Legends Arceus. Uh, voor Pokémon eindelijk een nieuwe richting. En dat is heel tweeledig. Voor Pokémon games is het een hele goede stap vooruit. Richting een, in een hele goede nieuwe en exciting richting. Als we het vergelijken met alle andere games die ooit uit zijn gekomen. Dan is het nog steeds relatief... Traditioneel, nee, middelmatig op technisch mm. vlak, bijvoorbeeld, veel er nog heel veel te verbeteren als jij de draw distance is. shit, dat is echt pure bagger. Want je kunt soms echt, dan zie je gewoon dat sommige, uh, sommige sprites van uh, po, een staraptor die je bijvoorbeeld in de achtergrond ziet vliegen op verre afstand, je ziet het gaan van drie frames per animatie voor uh, het flapperen van zijn vleugels, naar tien frames, naar dertig frames. Dat soort dingetjes zitten er bijvoorbeeld in... dat je echt denkt, maar waarom laat je hem dan zien? Waarom laat je hem dan zien? En het kan zijn de kracht dat van de switch... dat hij niet goed genoeg is. Prima. Maar doe dan de Breath of the Wild-truc... en doe de draw distance wat dichterbij. Dat mag. Dat is oké. Okay. Ja. Yeah. en yeah. Het, zijn, het zijn dat soort dingetjes, zeg maar. Game Freak is nooit een hele goede ontwikkelaar geweest... als het aankomt op, technische, op de technische hoogstandjes. En dat zie je in Pokémon Legends Arceus nog steeds. En... Ik moet zeggen dat doordat het toch wel een nieuwe uh, richting opgaat, dat het daardoor heel hoog op mijn lijst staat. Beste games van 2022, tot op zekere hoogte, ben sta ik sterk er zeker achter, al helemaal als het aankomt op Switch-games, Want kan Switch-games zijn het nog relatief weinig. Je hebt deze en je hebt Kirby, maar Kirby heeft geen van ons gespeeld, dus daar kunnen we nog niet, uh, ja, kunnen we eigenlijk niet over hebben. Best. Kirby is gewoon te makkelijk, in mijn opinie. Daarom vind ik het gewoon persoonlijk. Het zit vast goed in elkaar. De demo was leuk, maar het is gewoon te makkelijk of zo. Ja. Nou, daarom, daarom hebben we die er nu ook niet op staan. Ik wil die ook yeah. nog spelen op termijn ergens dit jaar, als dat plek is. Um, maar ja, Pokémon Legends Arts is voor mij helemaal moet ik hem genoemd hebben. Ik, voor mij was het al een droom die uitkwam een open world game daarin in deze regio. Of naar nou, open gebieden. En nu het eind dit jaar een echte open world Pokémon game. Laat ze alsjeblieft dat, dat... een paar van die technische mankementen fixen. Maar holy shit, ben ik hyped! Als jullie hadden me moeten zien. Toen die de eerste tweede uitkwam. Ik zie ja, het. wil het niet weten. weten. Nee, maar dat, dat is denk ik gelijk het, een beetje het punt voor Pokémon Legends Arceus. Als eind van het jaar Pokémon Scarlet en... Violet. Scarlet en Violet. Scarlet en Violet. Als die de verwachtingen waar weten te maken. En het is dus eigenlijk gewoon Pokémon Legends Arceus. Maar dan met de klassieke Pokémon-formule en gewoon ja. echt next level. Ja, een samensmelting dan... van de twee. Ja, en dan... Is Legends Arceus dan nog wel echt een kans hebben? ten opzichte van ja, eigenlijk dan zijn grotere broer? Nou, dat hangt er dus dat hangt er heel erg van af. Kijk, Pokémon Legends Arceus is een game die veel meer speelt op, uh, inspeelt op het publiek, dat het heel leuk vindt om, om te collecten en om te vangen. Want Pokémon-games gingen natuurlijk altijd, zoals het op stond, gotta catch them all. Dat was altijd een beetje ja. de formule. En dat kon in de traditionele Pokémon-games, maar die hadden ook een verhaal met een Team Rocket of een andere schurken, schurkgroep die ergens uh, een rol speelde. En dat was, in deze game heb je dat in principe niet. Het is een heel... Ander soort verhaal en daardoor breekt het heel wat met de bekende formule maar omdat je dat collecting wat er nu in zit kan is veel dieper en veel uitgebreider dat je bijvoorbeeld 30 keer een specifieke move moet zien van die pokémon voordat je dat helemaal kunt afvinken al dat soort dingetjes zitten erin waardoor het heel tof en wat, wat heel tof is voor sommige voor, voor de echte pure collectors maar voor de mensen die veel meer houden van betten ik roep het al sinds eigenlijk sinds het begin dat de game is uitgekomen betten laat je uit de game kunnen laten want het voegt helemaal niks toe het voegt oprecht niks toe aan deze game dat battle erin zit. Behalve dat je XP en krijgt en die nodig hebt. Maar ja, dat zou je ook op een andere manier er eventueel in kunnen verwikkelen. Ze hebben het er gewoon in gelaten omdat dat zo'n core mechanic is voor Pokémon. dat je het niet eruit kunt laten. Maar dat je het verhaal daarop aan moet passen, ben ik van mening. En dat, heb, nou, dat zit er dan nu niet in. En ik denk wel dat die volgende. dat is weer die meer wat traditionele formule. Maar die heeft wel de open world elementen. waar iedereen altijd van houdt. En waar we echt, uh, echt fan van zijn. Dus ja. Um ja ik denk dat dat de lading wel dekt en dat het dus het ik denk dat ze tegen elkaar gaan strijden voor misschien familie game maar voor, uh, sowieso voor switch game wel afhankelijk of dat Legend uh, dat scarlet en violet beter technisch zijn wordt het misschien alleen wel die anders denk ik dat legends Arceus zeker een kans hebben is dus. ja oké okay. ja, duidelijk um, Roland wil jij door met je volgende of zal ik gelijk met mijn laatste afsteken uh -huh. uh, weet je, pa pa pak gelijk maar je laag. Oké, okay, nou, dan streep ik sowieso al LEGO Star Wars Skywalker dus Saga af. Ik uh, wilde er heel graag over praten, maar de game kwam uit in april en dat is Q2. Het dus net dat niet. Telt net nou. niet voor deze, dus ah, dat ja, is, uh, over drie maanden komen we daar wel weer op terug. Maar is ook zo. Tiny Tina's Wonderlands, daar kan ik het wel over hebben. Wat een ultiem genot. Ik denk, ik ga het gewoon zeggen, dit is de beste game die de Borderlands-reeks ooit gehad heeft. Oh, damn. Dat is een grote. Wow, borderline. dat vind ik heel bol om te zeggen. Vind, ik sta daar volledig achter. Ondanks dat ik Borderlands 3 heel tof vond. Ondanks dat ik Borderlands 2 heel tof vond. Sterker nog, dat is persoonlijk mijn favoriet. Maar wat, ja. de, wat Tiny Teenage Wonderlands doet, in mijn ogen is de creatievere formule, ben ik grote fan van het verhaal rondom de uh, val de, de 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 ja god hoe heet ze ook weer de 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 valt uh, nee? Ja, nee ja nee 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 in de originele boeken in andere bo oh, de oh Vault Hunters. dus dat is het ja ja, ja. daar ben ik een beetje daar ja nou dat dat ben ik inmiddels ben ik daar wel heel erg op uitgekeken en retro nou ja dat heeft er nu ook voor gezorgd dat ik minder Fijn terugkijken op 2 en 3 uh, en 1 daardoor. Dus de, dat het hiermee dan de Fate Makers is. Een beetje die nieuwe richting in. Uitgebreidere opties qua skill trees, qua klassensysteem. Uh, Eigenlijk personage opzetten. En toch de heel erg wel die, die leuke um, knipogen na de eerdere games. En dat maakt denk ik voor mij dat deze game echt misschien wel de beste van allemaal is. bovenop het feit dat het magiesysteem... Ik was daar zo sceptisch over dat het goed ging werken. In de preview zei ik nog: dit is gewoon een één op één vervanging van granaten en skills. Dat voegt niks ja. toe. Daar ben ik volledig van afgestapt, want ik vind dat het mm -hmm. degelijk dat het wat toevoegt. En ik vind dat de humor ook eindelijk weer een keertje goed is uitgeleefd. Het is niet, het is niet meer die hele ergens zuidkust humor van Borderlands 3 of Borderlands 2. En daardoor denk ik dat deze op langere termijn ook beter staat. Borderlands 1, 2 en 3 hebben altijd een beetje die uh, die poeplas humor gaat een beetje dit grof schunnigen van oeh we zijn 16 jaar en daarom is dit allemaal heel leuk deze trekt dat wel ietsjes breder dan dat en daarom is denk het ik dat deze volwassenen? ja niet, niet per se volwassener ze nou ja ze doen met hele traditionele mainstream dingen zoals er zit een um, alternatief verhaalvertelling in van Pinocchio maar dan heel fucked up <laughs> okay, okay. Dat soort dingetjes die springen ja, eruit. Uh, Je weet flink. dat die humor daardoor is gewoon goed. En dat, is, dat vind ik leuk als 25-jarige. Dat vindt Pietje, die 16 is, vindt dat ook leuk. Die kan daar ook wel in komen. En Misschien is de humor dan iets meer gelaagd of zo. Het is ja. iets minder oppervlakkig. Precies. En ik denk dat dat het hele grote voordeel is. En, ja, daarom, en de quality of life uh, dingen die ze in Borderlands 3 hadden toegevoegd. Dat hoort er ook nog even bij op. Want Borderlands 2, als ik daar nu naar terug ga... Ik haat hoe koop daarin geregeld is via dat co-petition. Ik haat dat inmiddels, omdat ik nu beter ja, gewend ben. Ja. En de, de levels en de, de coop level scaling was ook altijd kut. Want, nee, maar als jij als, als, jij als, nieuwe speler, als jij als nieuwe speler bij mij in de, in de wereld kwam van Borderlands 2 ja. en ik was level 30 en jij was level 1, dan was, je, nou, dan was je totdat je level 30 was, ging je alleen maar dood, deed je geen, enkele, geen enkel schadepuntje ongeveer. En dat hebben ze vanaf Borderlands 3 aangepast en veranderd en dat is dus beter gemaakt. Hmm. En dat heeft in Tinnitus Wonderlands ook. Dus deze games gaan gewoon over time gaat deze het beter volhouden dan die andere Borderlands games. En daarom zeg ik het is de beste Borderlands-game. En tot nu toe een van de beste shooters van het jaar ook. Ja, ik moet hem nog spelen. Dus jullie hebben hem samen gespeeld. Ik moet hem nog kopen, slash spelen. Maar ik wil hem zeker een keer oppakken, want ik ben wel van de shooters uh, zoals misschien algemeen bekend is. Ja, <laughs> ja zeker, doen, zeker doen. Roland, wil jij er nog wat aan toevoegen? Of denk je dat ik wel. Uh... Uh, nee, ja, kijk voor mij zal uh, Borderlands 2 altijd op eenzame hoogte staan. Uh, maar Wonderlands komt er wel heel dicht in de buurt. In ieder geval een stuk dichterbij dan Borderlands 3 dat deed. Want dat vond ik echt een misbaksel van heb je hem, jou daar. Uh, Wonderland is echt fantastisch. Uh, als, als je een leuke looter shooter uh, zoekt om ook in co-op te spelen, ongetwijfeld een van de beste games die tot nu toe is uitgekomen dit jaar. Let alleen wel even op de problemen. Die... Oh, full crossplay zitten trouwens in. Dat is ook heel goed gedaan. Behalve dat het nog niet helemaal goed werkt met PC, Xbox kan nog niet heel goed. Of nee, Xbox ja, kan nog niet heel uh, goed samenwerken uh, 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 met uh, andere platforms. Het, het is heel gek. Alle... Ik heb ook iets meegekregen. Ja, iets, ja, iets met twee zei... livestreams. Ja, twee, oh, twee ja. heb Ik heb eentje meegekregen dat het echt fout werkt. Ja, dus daar zitten nog wat problemen, maar ja, dat wordt uh, hopelijk wel uh, gewoon er, uh, eruit gehaald. Dus dat komt, denk ik, allemaal wel goed. Um, ja, Roland, we teased het net al. Dan mag jij door met jouw uh, laatste keuze. Ja, mijn laatste keuze is dan Dying Light 2 Stay Human. En nou is dat eigenlijk een heel grappig verhaal. Want ik vind die game ontzettend leuk. Ik heb uh, niet dezelfde kritiekpunten als die andere mensen hebben over het verhaal en zo. Ik ik had daar eigenlijk in eerste instantie bij Dying Light al niet heel veel van verwacht. Want die van de eerste was ook niet denderend. Dus het verhaal interesseerde me niet zo veel. Zolang ik maar plezier kon hebben en kon freerunnen door de stad. En dat is echt weer op een topniveau uitgevoerd in die game. Um, probleem is... Hoe leuk die game ook is om te spelen. Hoe fantastisch alles het ook doet. En hoe geweldig het is om zombies de hersens in te slaan. En... Door de stad te rennen, zombies af te schieten, whatever. Technisch zijn er een paar probleempjes. En dat was vooral toen ik de game... Eigenlijk heel ver was in de game. Was heel ver in het verhaal. Ik had heel veel side activities gedaan. Heel veel side quests. En toen kwam ik een bug tegen. Uh, doordat ik co-op ging spelen. En uh, een paar vrienden van me ging helpen. Mm -hmm. En uh, toen ging ik terug naar mijn eigen game. Dacht ik van nou, oh, ik ga verder uh, met het verhaal. En toen was ik weer helemaal gereset. Naar het begin van het verhaal, waar ik geen side activities van oh, ooit. Ja, ik was dus nog oh, wel. No. Op, juist, ik was dus nog wel helemaal geleveld en. Ik had alle skills en weet ik wat. Oh, no, maar het no, verhaal no, no, moest ik no. helemaal overnieuw beginnen. Oh, no, en toen heb ik no, no, die game no. eigenlijk niet meer aangeraakt. Want ik was er toen zo klaar mee dat ik dacht van ja... Ik wilde eh, vragen, het... heb je de game uitgespeeld? Want ik hoorde juist dat het einde de reden is waarom mensen het verhaal zo erg haten. Ja, dat heb ik dus ook begrepen. En eigenlijk wil ik ergens nog wel op dat punt komen. Maar ja, dan moet ik weer helemaal door dat verhaal heen. En ik moet toegeven, het verhaal is ook gewoon... Niet echt Deadland. goed. Okay. Maar en dan dat hadden we ook wel kunnen weten vooraf toch. Wat ik Yo, zei, dat, dat, dat job, weet man. je van Tackland. Um, maar ja, om daar nog een keer helemaal doorheen te spelen, weer al die dingen opnieuw te doen, al die cutscenes en weet ik wat? Ik kijk, ik weet niet of het inmiddels gefixt is, maar natuurlijk, toen het gebeurde, uh, die, die Bug. Was ik gelijk alle forums af gaan zoeken. En toen waren er waren een ja. paar mensen die zeiden van ja, als je bij deze missie aankomt, dan freest je je game. En dan gaat je save game eraan. Je, je kan dan nooit meer verder spelen. En het is eigenlijk effectief gewoon hm. klaar. Ja. Gebeurt ook niet bij iedereen. Maar het is een um, mogelijkheid. Ja. Het is een mogelijkheid. Dus ik had zoiets van ja, laat maar lekker zitten. Nou, ik, ik lees nu in, in, in de, de chat, uh, waar we live opnemen op Twitch natuurlijk, dat het inmiddels gefixt is. Dus misschien dat ik hem ja, in Q2 dan toch nog even op ga en uit ga spelen. Ja. Maar dit soort dingen zijn voor mij zo frustrerend, ja. dat ik gewoon denk van, fuck deze game, ik raak hem niet meer aan. Uh, en ver verdwijnen ah, Dat, en stoppen, dat, dat ja. kan inderdaad wel gewoon helemaal je mening teenten en verpesten. Ik bedoel, deze Gone ja. bijvoorbeeld. Ja, Days Gone is het, het, het Sony-voorbeeld daarin natuurlijk. 2019 kwam die uit. Ik weet nog dat ik hem gereviewd heb. En mensen vielen helemaal over dat ik zo'n hoogcijfer... of een 8,5 uiteindelijk gaf. Want het is, een, vind ik nog steeds, een fantastische game. Um, maar ja, technisch was ja. die bij launch ook best wel uh, halfbakken aangeleverd. Ik, zag de, ik heb letterlijk live ja. gezien hoe dat die technisch steeds beter werd, want we kregen de game een maand van tevoren ongeveer of nou echt ver van tevoren. En ja, toen heb ik via meerdere patches gezien van hij ging van dit naar beter naar beter naar beter en dan denk ik uiteindelijk toch wel van nou ja, dan ze fixen zo snel die problemen, dat ik heb gezegd van het is goed, ik geef je toch wel het hogere zijde. want dat verdien je. En ik denk dat voor Dying Light 2 ook nog steeds wel is van... oké, okay, de technische problemen worden nu langzaam uitgeroeid. Uh, ik denk aan het, richting het einde van het jaar... stel iedereen zou hem dan gaan spelen... en dan zou je de reviews krijgen... dan is het misschien wel... oh, een van de betere games. Maar ja, dat... Ja, dan uh... zou je echt een fantastische ja, game hebben. Want ik... die game is echt wel heel goed. Maar het... Ja, dat soort bugs die verpesten gewoon ja. de ervaring. Ja, ik ken wel mensen die wachten hoor. Bijvoorbeeld uh, voor een... Hmm. Ik weet dat mensen op PS5 die zeiden van... Oh ja, ik ga echt gewoon puur wachten totdat, we, totdat, we de, uh, totdat die patches er allemaal zijn. Want ik wil gewoon dat hij in een betere staat is. En dat gewoon, ja... Te... Eerlijk, het is gewoon onacceptabel. En dan verdien je eigenlijk ook niet dat je die Game of die hier titels krijgt, denk ik. Want dan had je maar beter aan moeten ja, brengen. Bij de exact. launch. Uh, over launch gesproken. In februari zagen we nog één andere launch die ook de aandacht trok. En die heeft Steven op zijn lijstje staan. Ja, Sifu is dat. Als we het toch over moeilijke games hebben. <laughs> uh, ja, we hebben Tunic erin staan, maar Sifu is ook zo eentje. Die heeft ja, eigenlijk bijna zijn eigen subgenre bedacht. Binnen het heel moeilijke game met moeilijke vijanden en ze vaak doodgaan. Ja. Um, dus het is weer een beetje. Een klein beetje die Soulsborne-formule. Um, maar wat je hier doet in plaats van uh, zwaarden en schilden en weet ik het allemaal wat vinden. Ben je hier een, een fighter en uh, je gebruikt gewoon je handen en voeten om, uh, om bad guys in elkaar te timmeren? Karate. Uh, in, 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 de, in totaal vijf levels. En um, um, als je doodgaat, of in ieder geval het loodje legt, je helftbaar is nul, uh, dan gaat er bij jouw leeftijd, gaat er, moet ik het goed zeggen, er gaat een x aantal jaren bij op. En ja, volgens mij wordt dat exponentieel wordt steeds meer, meer precies. Uh, dus je begint op je twintigste of zo. Maar goed, als je een level voor het eerst speelt en je weet nog niet zo goed waar alle vijanden zitten en wat ze allemaal doen, dan op den duur um, nou, ga je een paar keer dood en voor je het weet ben je gewoon 60, 65. En dat heeft ook echt effect op de gameplay, want volgens mij is je wel sneller, maar je levensbalk wordt ook steeds kleiner, dacht je, je, je ik. Is... Je wordt sterker, maar je, uh, dat was het de, de damage die je krijgt wordt verhoogd. Precies, dus... precies. Um, dus er zit echt een, een, een toffe mechanic in die ik nog nooit eerder gezien heb. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb de game nog niet gespeeld omdat ik hem fysiek wil halen. En die komt pas begin mei uit. Uh, dus hij ligt bij mij nog op mijn to-buy-lijstje. Maar zodra hij uit is, dus wil ik hem echt wel spelen. Maar ik heb met heel. Uh, ik kijk er heel erg naar uit om die game op te pakken, omdat het gewoon zijn eigen ding doet. Het is, volgens mij is de game niet echt zo heel lang, want er zitten vijf levels in in totaal. Uh, maar om die vijf levels te meesteren... Het is niet zozeer een game die je uit wil spelen. Dit is echt een game die je wil meesteren. Ja. Dus de vijf levels aan zich, als je die in één keer zou uitspelen... Ben je niet zo heel lang bezig. Ja, maar je bent gewoon heel lang bezig om zo'n level uit te pluizen. Want, uh, er zijn mensen die kunnen hem gewoon uitspelen in een half uurtje. Dat heb ik, ik heb nou dat ja, letterlijk precies. al gezien. Dus dat... En ik denk dat dat ook wel een beetje in het verlengde ligt van wat Elden Ring bijvoorbeeld ook heeft. Die heeft ook al speedruns van sub-30 minuten online staan. En dat kan je met deze game dus ook heel erg doen. Uh, je hebt een level en een level duurt, als je het voor het eerst speelt, misschien een half uur. Maar je komt tijdens het spelen er heel erg achter dat je bepaalde uh, shortcuts hebt. En bepaalde trucjes kunt gebruiken om die tijd eraf te stoppen. En dus ook de, de moeilijkheidsgraad wat, uh, wat lager voor jezelf te maken. En mocht je een level halen, dan krijg je dus een soort checkpoint met de leeftijd die je daar hebt gehaald. Dus wat je eigenlijk het liefst wil, is dat je elk level op een zo jong mogelijke leeftijd behaalt. Um, want als je level 1 haalt op je zestigste... ste ja, dan ga je never nooit meer die andere vier levels halen. Nee, nee dan is het gewoon afgelopen. Ja, dus het is echt, de game is niet zozeer. ...het is begin, het begin, dit is het eind, die verhaal, loop er maar heen en je bent klaar. Het is heel erg die, uh, dat doel om al je moves te perfectioneren. Precies te moeten weten welke, welke vijand je op welke manier moet aanvallen. Om dat vijfde level uiteindelijk op een zo jong mogelijke leeftijd uh, te halen. En dat klinkt heel uitdagend en dat vind ik niet altijd even leuk. Maar bij deze ziet het er wel zo vet uit dat ik er echt wel, uh, echt wel zin om, in heb om dat, uh, om dat te doen. En juist omdat het zijn eigen ding doet, ook al is het misschien niet helemaal perfect... vind ik wel dat hij uh, in het lijstje thuis hoort. Ja, nee, nou, dat is, uh, ja ik vind dat uh, helemaal terecht. Hey, voordat we deze dan helemaal gaan afsluiten, dit, uh, dit onderwerp natuurlijk... We heb ik eigenlijk nog één klein dingetje wat ik uh, wil doen. Ik wil nog eventjes snel... Het lijstje doorgaan met de andere games die uit zijn gekomen. En ik wil om beurt, wil ik van jullie weten... verdient hij een shout-out nog wel voor Game of the Year... voor de beste games van 2022, 2022 tot nu toe? Of verdient hij dat totaal niet? We gaan het onwisselend doen. Dus Stefan begint, daarna doet Roland eentje. Elke game doet één persoon het. Dat is, uh, dat is hoe we het gaan doen. We beginnen ben met... Nobody Saves the World van Drinkbox Studios. Oeh... Um, moet ik eventjes bij mezelf... Komt, Komt later... Ik... kwam eerst alleen uit op Xbox en PC. Komt later dit jaar ook naar Switch en PS5. en Ik heb er best veel over gehoord op de indie oh, scene. Dat... Ja, die heeft nu ook een co-op modus volgens mij. ja. Zo... Hier hoor je heel veel goede verhalen over. Precies. Dus verdient hij een shout-out, um... Stefan? Ja, nee. Ja, ik denk, ik denk dat hij wel een shout-out verdient. Het is wel, okay. Ik heb hier volgens mij van de week een video over gezien. En die zag er wel interessant uit. Helemaal, dus, uh, helemaal goed. Ja. Stefan, uh, sorry, Roland. Uh, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Shout-out. <laughs> Fuck no. Oké. <Okay. laughs> Oké. <Okay. Wegwezen. laughs> ja, heel goed. Daar hoor je niks meer van, hè? Nee, en er zou nog allemaal extra content uitkomen. Niks. Ja. Olly-Olly uh, World, Stefan, voor jou. Oeh, Olly-Olly heb ik wel eens gespeeld. Dat was wel geinig. Um, ja, we hebben het hier over Game of the Year content, hè? Ja. En uh, dat zou ik nee zeggen. Okay. Maar Oli Oli vond ik wel tof. Dus okay. wel, wel geinig, maar geen Game of the Year. Cyberpunk 2077 Next Gen Update. Hell yeah. Hell yeah, <laughs> ik word een hell yeah. Oké, okay, voor um, de fighting game scene, ik pak deze even zelf. De King of Fighters 15 schijnt super goed te zijn. Uh, ik, heb, ik speel het zelf niet, dus ik kan er echt niks over zeggen. Maar die verdient wel een shout-out. Voor de fighting scene, die zijn helemaal in hun nopjes met die titel. Uh, je had het Pixel Remastered Final Fantasy uh, 4, 5, 6, maar die tellen we natuurlijk niet mee. Dan gaan we door naar maart. En in maart hadden we Babylon's val, die is voor Stefan. <laughs> nee, hell no. <laughs> grand Turismo well, 7 kuts, voor bro. Roland. Uh, Pre-release, ja. <laughs> maar na de release hebben ze het helemaal verneukt. Ja, dus maar nee. dat zijn ze nu wel aan het fixen. Ze zijn het aan het fixen, maar de schade is al gedaan. Ja. Het is. Kijk. Ik denk dat hij. Een jaar neem ik genoeg aan, maar dat is, dat is goed om. Jouw is, de, 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 jouw deze is game is een beetje een, een, een discussie. Weet je, is een. Ja. Misschien. Het wel is een discussie, het... maar ik denk dat het technische... Ja. Deel, als ik toch even inbreek, hm. ik denk dat het technische aspect van de game wel echt... Het is hier fantastisch. Yes. Da daar inderdaad niks over te praten. Dames en heren uh, thuis, luister naar de aflevering van volgende week... waarin we de game uh, meer gaan bespreken. Even een kleine, <laughs> een kleine teaser. <laughs> uh, mooi, Triangle man. Strategy, Stefan. Uh, ik heb de demo gespeeld. Vond ik best vet. Ziet er heel tof uit. Dus ik denk, ja... Yeah. Ik voor JRPGs, gooi hem er maar bij. Helemaal goed. Uh, dan hebben we Shredders nog, die snowboarding game die uitkwam op Xbox en PC. Roland, ik gooi hem naar jou, maar als je hem echt niet weet, dan slaan we die over en gaan we naar Strange, echt, of... Ik geen Strange of Paradise Final Fantasy Origin. Chaos. Um, bro, uh, let's kill chaos. Game uh, nee, of the Year. Nee, oké. Okay. Helemaal goed. Uh, Ghostwire Tokyo voor Stefan. Nee. Nee, dus... Ik heb een review gedaan. Uh, Tokio is vet. Uh, toffe lore. Maar verhaal en gameplay is uh, niet heel denderend. Duidelijk. Kirby in The Forgotten Land dan nog voor Roland? Ja, het is Kirby, dus doe maar. Oké, okay, nou, dat is wel heel gemakkelijk, maar goed. Niet heel biased. Is, uh, is prima. Dan gaan we nu door, uh, dames en heren, naar de Claim Corner. Want de nieuwe PlayStation Plus games, games with Gold games, I Game Store games en Prime Gaming titels zijn allemaal gelanceerd. Ik trap af met PlayStation Plus. Hood art Outlaws. Uh, Hood, Outla Outlaws en Legends zijn tot, is tot en met 2 mei beschikbaar. Net als Sleden Spire en of SquarePants. Battle for Bikini Bottom, Rehydrated. Stefan, voor jou de games with gold. Ja, dat is altijd het uh, rekensommetje dat je moet doen. Dus hou je agenda erbij. Uh, tot 15 april hebben wij Street Power Soccer staan. Evenals Outpost Kaloki X. Dan tot 30 april uh, Another Side. En vanaf 16 april tot 30 april. MX vs. ATV Alive. Met als afsluiter van de 16 april tot 15 mei. De platformer U. Die niet samenwerkt met de Slimmerland. Precies. Roland, de Epic Games Store games zijn voor jou. En god, ik nee. zou ze zelf willen ja? doen. Een van mijn favoriete <laughs> titels ooit staat ertussen. Ja, da daar heb je het vorige week toevallig al over gehad. Want ja. tot 14 april kun je claimen in de Epic Games Store Rogue Legacy. En The Vanishing of Ethan Carter. Nou weten we ook al wat er volgende week komt. Er staat ook een game tussen die ik dan weer echt ontzettend goed en vet vind. Uh, je hebt Insurmountable en dus dan mijn favoriet XCOM 2. Hele toffe game. Ja. Zeker als, de moeite waard. Als laatste hebben we de prime gaming titels, allemaal tot 2 mei beschikbaar. The Elder Scrolls 4, Oblivion Game of the Year Deluxe Edition, Plants vs Zombies Battle for Neighborville, Monkey Island 2 Special Edition, LeChuck's Revenge. Nanotil Typing Chronicles Guild of Ascension Turnip Boy commits tax evasion en Galaxy of Pen and Paper allemaal te downloaden tot en met 2 mei. Dan hebben we de reageer en Win natuurlijk nog. We geven drie keer een Morbius pakket weg deze week. Dus dat, uh, ja, ik moet zeggen, vind ik persoonlijk wel... Uh, ik wil die film nog steeds zien, ondanks dat ik hoor ja. dat de, de, de reviews niet... Uh... <güls> ik kan zeggen, ik ben iets minder enthousiast geworden. Ik, ik, ik ben ook iets minder enthousiast. Maar, weet, weet je, zo'n pakket is altijd wel heel tof natuurlijk. Precies, zo'n pakket is altijd heel tof. Dan gaan we nog heel even snel langs Fantasy Critic. Want er is één game nou. gereleased en daarvoor zijn punten uitgedeeld. En dat is Lego Star Wars The Skywalker Saga. Dat zijn 12 <tie> punten voor Luc. Ik sta nu op 113 punten. Roland ja. staat er op tien. En Stefan staat op 40. Kut, Goed. Sorry. Dan gaan we als laatste door naar nou, wat hebben we deze week gedaan. En ik weet het, de tijd begint langzaam al op te raken. Dus wat we gaan doen, en dat is omdat we dus deze week twee afleveringen opnemen. Uh, Roland mag vertellen wat hij deze week allemaal heeft gedaan. Ik doe de helft van wat ik heb gedaan. En de andere helft bewaar ik voor de volgende aflevering. En Stefan bewaart alles voor de volgende aflevering. Oh, damn. Maar daar heb ik deze week dus niks gespeeld. Daar heb je deze week dus niks nee. gespeeld. Of tenminste, dat technisch gezien, uh, je speelt het een week in de toekomst. Uh, Ro uh, okay. Roland, ja, trap maar af. Bijzondere constructie, maar ja, Luc, laten we gelijk het eerste gedeelte dan maar samen doen. Destiny 2. We hmm. hebben we eindelijk met elkaar samengespeeld. The Witch Queen, lekker opgestart. Lekker de legendary campaign, want we willen jou gelijk, gelijk klaarstomen voor de raid natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik vraag. Kijk, ik heb, inmiddels heb ik de afgelopen week heb ik genoeg verteld over de Destiny 2. Ja. Dus vertel maar eens jouw perspectief. Weet je. De, 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 de Moth Mummy-campaign is tot nu toe echt top. Dat mag zeker gezegd worden. Moth, Moth, Moth is de Savatoon. Dat is zo hoe Roland, zeg maar, uh, Savatoon noemt. De, de nieuwe bad guy. Want uh, blijkbaar is dat een ding. En Xur heet blijkbaar ook Tentacle Daddy. Wat ook een nieuwe naam is. Heel <laughs> ja, Met, met Roland spelen is dus een ervaring apart. En dat is zo mooi, want we hebben dus, zeg maar, de gameplay zelf is overigens heel goed. Maar ik heb een prachtige anekdote en die moet genoemd worden. Namelijk dat Roland. die kwam op een gegeven moment met het prachtige idee dat we een strijdkreet nodig hadden. Want weet je, we mod mommy, we hadden Tentacle Daddy. Dus toen dacht ik van, weet je, we blijven in die trend. Roland, ik weet een perfecte manier voor een strijdkreet. Roland, wil je hem, we gaan hem nog een keertje uh, nabootsen. Alsjeblieft, dat lijkt me zo fantastisch om te doen. Weet je dan waar ik op doel, Roland? Roland is vastgelopen. Iedereen is vastgelopen. Bij mij, in ieder geval. Jongens, zijn jullie er nog? Ik, oh, ben, er ja, nog. ik, ik Hallo. ben er nog. Oh, oké. Okay. Ja, jullie ja. waren even vastgelopen bij mij. Ik kant, dus... in de Discord oh. gewoon even moeite had met onze ja. hebben, hadden ja. jullie, uh, jullie hebben het verhaal wel meegekregen, geloof ik. Ik heb het verhaal wel meegekregen. Oké, Roland. Dan gaan we dit toch nog even nabootsen. Zodat de, de luisteraars het... Ja, nee. uh, nee. Want wat ik tegen nee. Roland zei, terwijl we aan het spelen nee. waren, is dat we een hele goede strijdcreate konden uh, bedenken. Als je even... Stefan, dat kun je anders al eventjes doen. Wat moet ik doen? De strijdcreate is heel gemakkelijk. Je bijt... Op je onderlip. En je zegt zo hard mogelijk oh. oh! Ja, die van Ronald klonk meer als oh! <laughs> En dat was zo mooi. We zijn gelijk dood gegaan bij de eerste volgende baas. Omdat ik tranen in mijn ogen had dat van ik het lachen. heel seksueel. Ja. ja, dat was niet ja, best. Het was, was fantastisch. Dat was echt het mooiste moment van de week. Uh, van, uh, voor mij qua gaming uh, absoluut waar Heel, heel. mijn goede, wat, wat heb ik onwijs genoten daarvan um... Roland je hebt verder The Wire gekeken ja, het, ja, daar ben ik Snel al een paar zweet, weken mee bezig ik, ik ga daar nog wat uitgebreider over hebben wanneer ik uh, weer helemaal afgekeken heb ik okay. uh, ben nu in seizoen 4 dat is waarschijnlijk het beste seizoen, want het gaat ook over het schoolsysteem in Amerika super mm -hmm. fascinerend uh, ja, nogmaals, als je HBO Max hebt en je kijkt deze serie niet, dan weet ik echt niet wat je wel aan het kijken bent. Maar. Oh, dat is heel uh, gemakkelijk. Ja. Atlanta Season 2 ben ik aan het afkijken. Maar dat is op Prime Video. Dat is op Disney Plus, dankjewel. Oh, Disney Oeh. Plus. Oh ja, klopt ja. Uh, Fuck. Ik door de, zien door de bomen het niet meer, joh. <laughs> dankjewel. Uh, die heb ik afgekeken overigens. Dat zijn. Uh, nou, dat is voor mij deze week wat ik allemaal gedaan heb. En uh, Ronald heeft als laatste nog Moon op je lijstje staan, geloof ik. Ja. Nou, die staat dus ook op Disney+. Plus. Ja, Moon Knight, aflevering 2. Um, ja, ik, ik vond het dus wel heel vet. Um, maar voor mij mag het nu wel echt een beetje die, langzaam die stroomversnelling gaan komen. Mm -hmm. ik, ik heb wel het, het, het gevoel dat het, het... Zeg maar, ik heb het gevoel dat de komende afleveringen... En dat, dat is waar ik dus een beetje bang voor ben. Ik vind 1 en 2 vind ik nu ontzettend tof. En ik ben echt heel benieuwd waar het naartoe gaat. Maar ik heb het gevoel dat ze de komende afleveringen heel erg gaan stagneren. En alles heel erg gaan rekken. Want da da daar lijkt ja. het nu een beetje naartoe te gaan. En dan heb ik wel zoiets van. Eh, dat vind ik jammer, want in de eerste twee afleveringen kun je dat best een beetje doen. Maar je lijkt nu op het punt te komen dat je al naar de climax toe gaat. Op het mm -hmm. einde van aflevering twee. En. Volgens mij zijn er totaal acht afleveringen, moet het zijn? Zes, dacht ik. Maar... Oh, zes. Nou, dat zou ook kunnen, maar... Ja, de volgende aflevering is aflevering drie. Ja. Dus... Ja, ik, ik weet niet welke kant ze helemaal op gaan. Maar ik hoop dat het uh, gewoon alleen maar beter wordt. Want tot nu toe ja. vind ik hem in ieder geval heel erg tof. Ja, ik heb hem dus, eerst uh... even in de ijskast gezet. Een beetje wat we vorige week hadden. Ik denk dat ik toch wacht tot alles erop staat en dan gewoon een in een rits... Kan uh, ik ook. Blijf, goed ik in ieder geval twee tot en met vijf, vlak voordat zes uitkomt. Want anders dan moet ik weer zo lang wachten en dat haat ik. Ja, ik ben precies andersom gegaan. Ik heb, gister, ik heb afgelopen week heb ik aflevering één gekeken, twee nog niet. Ik, het zijn zes afleveringen in totaal. Tot en met uh, 4 mei gaat okay. hij door. Want ja. de, 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 ja, de twee dagen later heb je natuurlijk Doctor Strange. Of nou ja, in Nederland op dezelfde dag geloof ik uh, als dat. Um, ja. dus van, nou, Lijkt wel heel erg alsof um, daar dus heel erg tie-ins gaan komen. Ja, dat, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb, ja, ik heb aflevering 1 tot nu toe gezien en het, ik vond het leuker dan ik had verwacht al duurde de aflevering. Uiteindelijk dacht ik ook wel van, oh ik ben pas op de helft, terwijl ik al dacht dat ik veel verder was. Maar nou ja, dat... dat uh, ja. Ja, het zit er zitten leuke elementen in, in ieder geval <laughs> de eerste aflevering die ik ook gezien heb en uh, ik ben wel benieuwd waar het naartoe gaat. Ja, same. Um, vraag van de week hebben we deze week niet. Dus dan gaan we langzaam afronden. Maar voordat we dat doen, wil ik nog wel eventjes zeggen: heb jij nou een game waarvan je denkt, hé, hey, dat wordt zeker bij de beste games van 2022? Laat het ons weten in de comments van deze YouTube-video. <laughs> Laat ons weten via Twitter. Je kunt ons daar gewoon vinden op het XGNNL-account. Als je ons daar naartoe tweet: hé, hey, ik vind dit de beste game van 2022 tot nu toe. Fuck Elden Ring. Het is gewoon uh, Rainbow Six Extraction. Laat het maar <laughs> weten. En natuurlijk waarderen we het heel erg als je dus die reviews achterlaat op de stream. Op de verschillende. Ja. Um Platformen zoals Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Vijfster Review helpt ons enorm in het algoritme. En dat zouden we heel fijn vinden. Want ja, deze podcast, geeft, lever, we leveren het toch gewoon gratis aan voor jullie vermaak. Dus dat zou ons wel echt heel erg helpen. Het is ook niet zo heel veel moeite. Dus please doe dat even. Net als die like achterlaat op die YouTube video kun je ook heel gemakkelijk doen. En als je dan even abonneert zijn we helemaal blij. Dan kun je bijvoorbeeld weten op de, op de hoogte blijven wanneer een nieuwe videoreeks als Elden Ring voor dummies online komt. Want die kun je daar gewoon lekker vinden op ons YouTube kanaal. Uh, jongens, willen jullie nog iets zeggen of gaan wij een hele korte quick break nemen voor, uh, voor de live kijkers en dan door naar aflevering 57? Ik, uh, ik zeg uh, games, hè, want uh, Goeie Vrijdag Paas komt eraan. Dus hopelijk zijn de meeste mensen vrij. Voor deze aflevering niet. Nee, maar <laughs> het komt eraan. Hè. Ik ja, moet er een beetje vooruit denken, want mijn games... Ik moet ook drie weken wachten met gamen voordat ik kan vertellen. Dus we moeten gewoon iedereen lekker genieten van het weekend. Uh, lekker gamen en... Uh, ik tot volgende Station, week. Wou, ik, hoor jullie graag volgende ja. week weer of ik zie jullie graag volgende week weer. Ja. Tot volgende week. Fijne da -da. dag. Dag dag.